Zojuist had ik een gesprek met een van de deelnemers die wij begeleiden. Hij heeft de afgelopen maanden zijn aanbod uitgewerkt, zijn traject uitgewerkt. En hij heeft inmiddels een aantal mooie successen behaald. Hij heeft laatst zijn eerste bedrijfstraining gegeven fysiek. Hij heeft zijn eerste 1-op-1 coaching klant gekregen afgelopen vrijdag. Dus dat was een mooi succes om te vieren. En zijn grootste uitdaging, zijn grootste bottleneck op dit moment in zijn bedrijf is het aantal nieuwe mensen dat binnenkomt. Dus het aantal nieuwe leads, het aantal mensen dat zijn boodschap ziet. En dat is een heel gewoon, heel natuurlijk iets. Wat we vaak merken is, hè, in de eerste maanden van het opzetten van je eigen bedrijf, komen vaak de eerste coaching klanten of de eerste klanten voor trainingen, komen vaak via je bestaande netwerk, hè, je bestaande netwerk van expertise dat je al hebt opgebouwd. Mensen die jou al kennen, mensen die jou al vertrouwen, die al weten wat je waard bent. En dat is ongelooflijk waardevol. Ik heb ongelooflijk veel profijt gehad van het feit dat mensen me al kennen, dat mensen in het verleden al trainingen bij mij gevolgd hebben en daardoor al een band van vertrouwen hebben en daardoor binnenkomen wetende, ja, je kan me verder helpen. Right? Er is al een basis van vertrouwen. Dat is ongelooflijk waardevol. En op een bepaald punt komt het moment dat je steeds meer wilt gaan kijken naar hoe kan ik nieuwe mensen vinden. Hoe kan ik nieuwe mensen benaderen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn boodschap meer naar buiten gaat? En dit is iets wat we vaak geneigd zijn om te onderschatten. Ik zie het altijd zo. Ondernemerschap bestaat uit een aantal aspecten. Je hebt aan de ene kant heb je echt het strategische aspect. Dat wil zeggen het uitwerken van je onweerstaanbare aanbod. Het echt helder nadenken. Hoe kan ik een aanbod creëren wat zo waardevol is dat mensen zich bijna gek zouden voelen om nee te zeggen. Het helder in kaart brengen, wie is dan die ideale klant voor wie ik het grootste verschil kan maken, zodat ik daar een laser focus op kan aanbrengen en daarmee een groot verschil kan maken. Dat zijn allemaal strategische beslissingen. Beslissingen waar je jarenlang mee bezig kan zijn. Enkele van de grootste bedrijven ter wereld zijn nog steeds bezig met, wie zijn dan onze ideale klanten en welke klanten kunnen wij een laser focus op aanbrengen en hoe werkt die 80-20 regel, die Pareto regel, qua resultaat daarin. Dus dat zijn strategische vraagstukken die relevant blijven. En tegelijkertijd is er ook een stukje lopende bandwerk, als het ware. Het zorgen dat je boodschap naar buiten komt, het krijgen van nieuwe leads, is ook gewoon een stukje lopende bandwerk. In de zin dat je elke dag bepaalde stappen te zetten hebt om te zorgen dat je boodschap naar buiten komt. Dat kan zijn, elke dag iets waardevols posten, elke dag je waarde delen via bijvoorbeeld social media, via content. Het kan zijn het benaderen, het aanschrijven van mensen. En we hebben daar een heel DM-framework voor in ons programma, om dat op een authentieke, natuurlijke manier zo'n gesprek te laten verlopen. Dat het soepel gaat en niet overkomt alsof je iemand probeert te verkopen of spammerig overkomt of zoiets dergelijks, wat in heel veel gevallen gebeurt helaas. Maar heel veel berichten sturen. Dus in dit geval hadden we in dit gesprek met de man waar ik het vanmorgen, de deelnemer van ons traject, hebben we het simpelweg over gehad. De grootste bottleneck op dit moment in je bedrijf is volume van nieuwe leads die binnenkomen. Dus je grootste prioriteiten zijn op dit moment om daar aan te werken. En er zijn in de basis twee dingen die je kan doen. Right? A is kwantiteit. Je kunt de kwantiteit verhogen van meer posts creëren, meer berichten sturen, zodat je meer mensen bereikt en daarmee de kwantiteit verhoogt. En B, en die is eigenlijk nog belangrijker, is de kwaliteit. De kwaliteit van de posts die je schrijft of de video's die je maakt. Of de kwaliteit van de gesprekken, dat je daarin analyseert van hoe kan ik op een meer natuurlijke manier zo'n gesprek laten verlopen? Hoe kan ik degene wel prikkelen? En het wel duidelijk maken dat ik een coach ben, maar tegelijkertijd niet het gevoel geven alsof ik iets probeer te verkopen. En dat kwalitatieve stuk, dat is uiteindelijk de grootste hefboom die je kan creëren. Want kwantiteit is ontzettend belangrijk. En door veel kwantiteit te creëren, ontstaat er vanzelf ook meer kwaliteit, simpelweg door oefening. Alleen kwantiteit is geen hefboom. Kwantiteit, op een gegeven moment zit je gewoon aan je max, aan je limiet van het aantal uren wat je kan werken. Alleen kwalitatief kun je wel een groot verschil maken. Kwalitatief kun je bijna ongelimiteerd blijven doorgroeien, blijven doorontwikkelen.
Hè, omdat je constant kan reflecteren op, hey, wat zou ik nog aantrekkelijker kunnen verwoorden? Of wat zou ik nog duidelijker kunnen neerzetten? Hoe kan ik mijn zinnen korter maken? Hoe kan ik in minder woorden toch hetzelfde zeggen? Dus dat is een belangrijk element daarin. Goed, welkom bij de rauwe realiteit in een wereld waarin business coaches en Instagram influencers je veelal een soort valse weerspiegeling van de werkelijkheid geven. Neem ik je in deze videoserie mee in mijn praktische dagelijkse realiteit als ondernemer. Vandaag begon dus met een gesprek met een van onze deelnemers. Zo dadelijk schrijf ik een e-mail naar onze mailinglijst om de 3.000-4.000 mensen of zo die we op de mailinglijst hebben staan te inspireren met een aantal lessen over business. Wellicht dat ik het koppel aan Sinterklaas, want vandaag dat ik deze video opneem is 5 december, is ook nog Sinterklaas. Dus ik ben een beetje creatief aan het nadenken over hoe kan ik die e-mail koppelen aan Sinterklaas. Is nog niet zo makkelijk, maar ik verzin wel wat leuks. En dan vanmiddag ga ik onder andere ook weer met nieuwe reels en dergelijke aan de slag. Uiteraard, ik heb ook nog een gesprek met een coach in ons team om de coach te helpen en te trainen om nog effectiever onze deelnemers te kunnen begeleiden. Dus dat is een belangrijk stuk. Vanavond heb ik natuurlijk weer onze strategiecall. Dat is een call waarin ik met onze deelnemers van ons traject echt de diepte in ga duiken en strategisch ga kijken van hey, wat gaat er goed in het bedrijf en wat kan er eventueel beter, waar hebben we in te sturen. Dus een aantal mooie dingen op de planning en dus ook voor mij vandaag staat dus op de planning hè, de mail, de reels en dergelijke om mijn boodschap naar buiten te brengen. Want ook voor mij nog steeds is het essentieel om constant mijn boodschap naar buiten te blijven brengen. Zelfs al werk ik met advertenties en dat soort dingen, dan zou je denken, oh ja, als je adverteert, dan gaat alles op de automatische piloot. Nou, deels kan dat inderdaad helpen. Hè. Sommige advertenties kunnen we inderdaad binnenkort gaan schalen, wat een heel groot verschil daarin gaat maken. En tegelijkertijd, hè, het is een geheel, het is een compleet systeem. Daar ga ik eens een keer een andere video over maken, want daar kan ik nog uren over praten. Dat is veel te complex voor nu. Maar dit is een geheel wat uiteindelijk samenwerkt. En juist ook zoveel mogelijk hè, op andere manieren via e-mail, via reels en andere dingen je boodschap naar buiten brengen, geeft gewoon een enorm, enorm voordeel. Dus dat gezegd hebbende, let's go! En de dag is inmiddels ten einde, net de strategiecall afgerond met onze deelnemers op 5 december op pakjesavond. Dus de groep die erbij was, waren een stuk of 6-7 deelnemers vanavond. Hè? De harde kern vanavond die erbij was. Dus was een mooie call weer. Uiteindelijk vandaag, vanmorgen vooral bezig geweest met de mail naar de mailinglijst. Een gesprek met een van onze deelnemers. Aantal mensen nog uitgenodigd voor interviews. Binnenkort wat meer expert interviews op de planning staan. Zoals ik een paar dagen geleden deelde in een andere video van de rauwe realiteit. In de middag heb ik natuurlijk een meeting gehad met een van onze coaches in ons team. En vervolgens ben ik shots gaan doen. Shorts en reels gaan uitwerken. Dus 7 of 8 nieuwe shorts en reels gaan opnemen. In eerste instantie een stukje uitgeschreven, wat bullet points op een rij gezet. En vervolgens video's gaan opnemen. Dus daar zijn een aantal mooie shorts uitgekomen. En vervolgens moet ik zeggen, had ik een beetje een dipje. Ik was eventjes echt best wel moe voor het eten, voor het avondeten. Een beetje moe en ook niet zo heel positief. Het was gewoon eventjes, zat even niet zo lekker in de energie. Toen gezellig samen gegeten met Martina. En weet je, het mooie is dan vervolgens de strategiecall. Vooral merk ik, hè, zo shorts opnemen. Hè, dan ben je natuurlijk ook mensen aan het helpen en mensen aan het inspireren. Maar dat is natuurlijk allemaal digitaal, net zoals nu een video opnemen. Is leuk. Alleen, er gaat toch niks boven dat live contact, dat je mensen kan helpen, doorbraken kan zien, net eventjes kan merken hoe kleine stukken of kleine nuances soms net het verschil kunnen maken. Dat geeft toch altijd wel weer een boost van energie. Dus dat voelt inmiddels nu ook een stuk beter. En dat is tegelijkertijd denk ik een hele mooie tip. Als je even niet helemaal lekker in je vel zit of even een dipje hebt of niet helemaal goed in je energie zit, zeker als coach zijnde. Meestal zijn we coach geworden omdat we heel veel energie krijgen van mensen helpen. Dus dan kan het heel goed helpen om gewoon eventjes te focussen op geven. Omdat, volgens mij Tony Robbins zei ooit zoiets dergelijks, op het moment dat je bezig bent met contributie, met geven, dan is de aandacht van jezelf af.
En dat geeft vanzelf geeft dat meer flow, meer focus, geeft een positievere staat. Nou kan je dat natuurlijk altijd te ver doortrekken en zoveel geven dat je zelf leeg en uitgeput raakt. Dat is niet wat ik bedoel, maar vaak zorgt het er toch voor dat ik uiteindelijk van een dipje uiteindelijk toch weer in een mooie flow terechtkom. Dus dat gezegd hebbende, nu tijd om lekker te ontspannen, eventjes rustig aan te doen, laatste uurtje van de dag en dan morgen weer een prachtige dag. Let's go!